Je hart maakt natuurlijk niet echt een sprongetje als je verliefd bent. Het is eigenlijk heel bijzonder dat zo'n hartvorm, dat symbool staat voor de liefde. Want zo'n hartvorm lijkt ook helemaal niet op het hart wat je in je lichaam hebt. Maar toch wordt het al heel erg lang gebruikt. Zelfs in de middeleeuwen, de 13e eeuw, zijn er al afbeeldingen te zien van ridders die hun hart geven aan hun geliefde jonkvrouw. Het kan zijn dat die hartvorm dat verwijst naar de billen en de borsten van een vrouw, dus de vrouwelijke vormen. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon hele gebrekkige anatomische kennis hadden van het hart in het lichaam en dat een foutje was. Nee, je hart maakt niet echt letterlijk een sprongetje, maar het kan wel zo voelen. En dat komt omdat als je verliefd bent, dan worden er stofjes in je hersenen vrijgemaakt, zoals adrenaline en noradrenaline. Dat zijn de stofjes die ook bij je vrijkomen als je iets heel spannends meemaakt. En daardoor gaat je hart sneller kloppen. En dan lijkt het alsof het een sprongetje maakt. Een gebroken hartsyndroom bestaat wel. Dat wordt ook wel Takotsubo genoemd. Dat is een Japanse term. En het kan optreden bij het plotseling verlies van een geliefde. Het is een hartspierziekte waarbij je hartspier plotseling niet meer werkt. En dan kan je hartfalen ontwikkelen. Er is geen specifieke behandeling voor, maar je kan wel de complicaties behandelen van het hartfalen. Eigenlijk net zoals bij liefdesverdriet.